Deze nieuwsuitzending is in het kader van Weltschmerz. En het onderwerp is racisme. De serie Weltschmerz, die ben ik gestart nadat ik gestopt ben met het gebruiken van middelen, zoals mijn dochter dat zo mooi placht te zeggen. En daaronder verstaan we dan met name alcohol en wiet, wat ik dagelijks deed. En dan niet een drankje voor het eten en een slaapmutsje voor het slapen gaan. Nee, zeg maar rustig zuipen. Dat is ongelooflijk veel. Ik had eigenlijk een prijs moeten krijgen. Ik begon met drinken vanaf 12 uur. Dat is aan het eind van de ochtend. Zuipen. Ik was super gefrustreerd. En op een dag, en dat was dus iets meer dan 5 weken geleden, toen dacht ik, nu is het mooi geweest. En toen ben ik gestopt met alcohol drinken en wiet te roken. Maar mijn wiet was ook op. Dus ik werd 's morgens wakker en ik had geen wiet meer en ik had geen drank meer. Ik had alleen nog tabak. Half pakje check. Zo. Dat heb ik netjes opgerookt. Ja, dat was ook na een aantal dagen op. En toen ben ik gestopt met het roken van tabak. Ik was al gestopt met het drinken van koffie. Oh, ik had nog een pak suiker in huis. Een half pak of zo. En dronk ik thee met suiker. Maar toen was de suiker op en ben ik er ook mee gestopt. Ik had mijn tante aan de lijn vandaag, mijn tante Irene, de oudste zus van mijn vader. Die belde ik voor haar verjaardag. Lief hè, van mij. En die zei van, jeetje jongen, dat je met alles gestopt bent. Had je niet beter nog wel kunnen roken? En zelf rook ze helemaal niet hè. Zei ik tegen haar, van nee. Als je dan toch stopt, kan je beter maar met alles tegelijkertijd stoppen. Serieus hoor. In mijn geval dan, hè? Met jou misschien weer anders, maar... Gewoon de bijl erin. Hup, in één keer. Kappen met die hele meuk. Dus het is een kwestie van overschakelen, meer niet. Ja, voor mij dan, hè? En in de serie Weltschmerz behandel ik onderwerpen die ik ongetwijfeld al eerder heb gedaan. Maar in die dagen dronk ik nog en rookte ik wiet. En dat was te horen ook. En dat is niet... Nee, ik vind het niet optimaal. Ik ga die uitzendingen niet weggooien, maar in principe zou ik dat kunnen doen. Hoe zeggen we, alles met middelen op, alles wat je onder invloed hebt geproduceerd, ja laat maar zitten. Hè? Ja, is wel wat voor te zeggen, maar dat doe ik niet. Er zit te veel bij wat ik denk toch wel, wel aardig is. Ik was natuurlijk ook niet straalbesopen, want als je iedere dag drinkt... Ja, de eerste liter zwaar bier. Ik dronk zwaar bier. Van de 10% alcohol bier. Ja, na een liter ben ik dan niet dronken of zo. Door, ik heb dan te veel alcohol op om nog auto te rijden, maar... Ik kan wel normaal praten. Het is meer dat je dan associaties legt en huppeltjes maakt en ook al een beetje emotioneel wordt door de drank of door de wiet. Was het dan de wiet of zo? Het spookt maar in je hoofd. Het is van spinsvis. Ja. Lekker nuchter alles onder ogen zien. Nou, racisme... Wat is dat eigenlijk?
Ik heb echt geen flauw benul, hoor. Ik weet dat toen ik in Groningen woonde, dat veel Groningers laatdunkend deden over Friezen. Daarmee bedoelen ze Friezen. Ja, die dom Friezen. Ja. Is dat racistisch? Wel nee, hoor. Ik vertelde een keer in Groningen, dan had ik zo'n baantje bij Alfa Laval, die melktanks, machines, toestand, multinational uit Zweden. Hij werkte allemaal Groningers natuurlijk. En ik had een leuke mop gehoord. Ik zei, nou weet je hoe het begonnen is? De beschaving hier in het noorden van Nederland, de kwamen aanwandelen vanuit Duitsland. En daar stond er een bord, Friesland rechtdoor. En iedereen die kon lezen, die is doorgelopen. Toen werd ze toch boos, joh. Toen ik dacht, ja, ik vind het wel een leuke mop. Ja, ik ben zelf nog Fries, nog Groninger. Ik kan mij wat batsen. Ja, die Groningers die voelen zich een beetje achtergesteld ten opzichte van de Friese of zo. Zoiets is het dan, denk ik. Friesland is ook wel wat mooier, hoor, qua provincie dan Groningen. Friesland heb je van die mooie meren. Zo. Dat was ook een van de eerste. Weet je wat, in die tijd van die stadhouders? Van Willem van Oranje, Willem de Zwijger. Was Friesland was een staat. Maar, Friesland en Zeeland, Utrecht en Holland. Ja, geen Groningen of zo. Nee, Groningen was in die dagen echt helemaal niks. Er was een racisme. Ja. Goh, maar is dat helemaal in Nederland niet? Ja, maar je hebt toch die Marokkanen? En, ja, wat nou met Marokkanen? Wat is nou weer aan de hand met Marokkanen? Is niet zo te zeuren, man. Ja, toch? Ja. En is dat racistisch of zo? Nee. Ja, bij de immigratie van Marokkanen, of emigratie hier naartoe. Ja, dat had ik al gelezen ergens in de krant of zo, of op tv. Dat ze in de jaren 70 zijn ze begonnen om mensen uit Marokko uit te nodigen om hier te komen werken voor een habbekrats. Onder arbeidsomstandigheden die de gemiddelde Nederlandse arbeider niet meer zou pikken. Namelijk verschrikkelijk smerig werk doen. En nog gevaarlijk voor je gezondheid ook. Er is zo'n een kort verhaal geschreven door J.M.A. Biesheuvel. En dat heet Tanker Cleaning. Ik heb dat ooit gelezen in het kader van de Nederlandse les. En de hoofdpersoon die gaat het dan doen als zomerbaantje, vakantiebaantje. En dan werkt hij tussen allemaal buurlanders en die bij God niet weten waarmee ze bezig zijn. Rete smerig werk om zo'n tanker helemaal schoon te maken. En dan zonder beschermende dingen zo. Hè? Je moet eigenlijk met een gasmasker moet je werken. Voor die dampen. En er werd dus toen verteld, op, niet in het essay, maar op tv of zo. Dat ze met opzet Marokkaanse mensen hadden gehaald die niet konden lezen of rekenen. Dat nam ik altijd voor waar aan. En ik heb hier in Arnhem heb ik een Marokkaanse man leren kennen. Rashid heet hij.
En die kwam uit vrije wil, zullen we maar zeggen, wilde hij naar Nederland. En hij, op dat emigratiekantoor, dan kreeg hij een toets voorgelegd. En dat betrof dus rekenen en lezen. En hij dacht, daar ben ik wel goed in. Dus, hij legde die toets af met goed gevolg. En die emigratieambtenaar die keek zo fronsend naar zijn uitslag. En zei van, jij moet even wachten. Zeg ik, dat gaan we even overleggen. Er was dus kennelijk iets aan de hand. Ja, zei hij. En die andere mensen die echt niet konden lezen of rekenen, die mochten in één keer door. Ja, zo zat het in elkaar, hè. Dus niet alleen op tv werd dat al gezegd door een of andere journalist die erachter gekomen was. Nee, Rashid heeft dat meegemaakt. En als je goed kon lezen en rekenen, dan kwam je niet zomaar, kon je niet zomaar emigreren naar Nederland. Ja, dat ik het even weet. En dan zit Geert Wilders aan een beetje te zeuren. Maar daar heb je verder helemaal niks aan. Want waar heeft Geert Wilders het nou over? Wat heeft hij nou tegen Marokkanen? Maak het dan even duidelijk. Het idee van hem van een kopvoddend tax. Dat zou eigenlijk het einde moeten zijn geweest van zijn politieke carrière. Wel meer of minder Geert Wilders. En zijn uitspraken. Nou, dan weet ik het wel. Minder, zou ik zeggen. Die zit een beetje de boel op de spits te drijven. Bah. Weinig respect voor Geert Wilders. Maar voor de rest, wat... Ja, wat heb je nou weer in dat te mekkeren? Inderdaad, ik heb hier in Arnhem behoorlijke conflicten gehad met Marokkanen die ik niet had uitgelokt. Het is spul met een kort lontje en een slechte taalbeheersing. En het is bekend dat mensen met een slechte taalbeheersing, dat die een kort lontje hebben. Want die komen er met het woord en niet uit. Dus dan gaan ze maar over naar de kickbox geleerde vaardigheden. En dan wordt het rachen met die handel. Maar wat heeft het te maken met het ras? Ja, geen donder natuurlijk. Ze hebben geen goede taalvaardigheid. Maar zit het in de genen? Nee, waarom? Dat is van onzin. Veel van die Marokkaanse tweede, derde generatie. Ja, die eerste generatie, dus hun ouders of opa's. Ja, dat waren analfabeten. Dat zegt zelfs Rashid. En dat was ook op de Deense tv. Dus dat weten we toch? Ja. Stel dat je analfabeten hier naar binnen gehaald. Want die konden helemaal niet zweten van de Nederlandse wet. En die waren best bereid om onder de meest erbarmelijke omstandigheden 0,0 broekzak te gaan verdienen. Ja. En die jeugd, ja. Wat heeft hij van voorbeeld gekregen van huis uit? Helemaal niks. Maar heeft het iets te maken met een ras? Nee, natuurlijk niet. Ik zou ook niet weten wat voor ras dat zijn. Dat zijn geen negers. Dat weet ik wel. Ja, nog meer hier in Nederland. Die Indonesische mensen. De meesten zijn halfbloed. Indo's heten die wel. Of nee? Ja, je zegt dan Indisch, ja. De Indisch, dat zijn halfbloeden. En die heten dan ook wel Indo's. Maar een Indonesiër, dat is dan weer een volbloed. Zoiets was het, ja. Ja, tegenwoordig is het allemaal gemixt.
Ja, daar heeft toch ook geen hond last van, wat dan nou? Ja, ik niet hoor. Zo'n meisje is dan ook, dit is Indisch of Indo, of zeg maar. Ze heet, ik weet ook nog hoe ze heet. Ze heet Susanna. Dat vind ik ook zo lief van die mensen. Die heeft hun kinderen, die geven hun kinderen, gaven hun kinderen allemaal Nederlandse namen. Ah, zo'n mooie meid, man. Wow. Zo, dat net echt adembenemend mooi. Jeetje, wat een figuur als ze. En dan van die amandelvormige ogen. Een prachtige haar. Ja, waar moet je daar moeilijk over doen? Ja, ja. Is dat racistisch? Nee, natuurlijk niet. Want ik ken ook Nederlandse vrouwen waarvan ik denk van wauw. Wat een klont. Heet dat dan. Wat een stuk, zeg je ook wel. Ja, die heb je ook bij die Indo-mensen. Ja. Ja, ik zou niet weten waar hier in Nederland sprake is van racisme. Geen flauw idee. Ja, je hebt die vrouw, die heet Nazmiye Oral. Zo. Die heeft een speech gehouden. Daar heb ik een nieuwsuitzending over gemaakt. En daar heb ik die Nazmiye Oral ja, onderuit gehaald. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat ze van Turkse afkomst is. Ben je maf? Ze zei maffe dingen. Nou, en als je maffe dingen zegt, ja, dan mag ik erop reageren hoor. Ja, als iemand aan plein publiek gaat lopen beweren dat hij een gesprek heeft gehad met een kabouter, dan denk ik van nou, er is iets mis met zo iemand. Ja. Ja, en dan zeg ik daar wat van. Niet dat Nazmiye Oral dat heeft gezegd, maar hè, bij wijze van spreken. Ik weet nu even niet meer wat ze ook alweer had gezegd. Waarvan ik dacht van jeetje, moet je dat hier zeggen? Gaat er weer. Het kwam erop neer dat zij ons Nederlanders een beetje de les ging lopen leren dingen te lezen. Ik denk nou, probeer dat maar lekker in Turkije of zo. Dat is niet racistisch gedacht. Dat ik er niet van hou dat iemand Nederlanders de les leert. Punt. Zo een beetje respect. Ja, kijk, al die Turken die hier zitten, bottom line, komt het er toch op neer dat ze dit land aangenamer vinden dan hun eigen land. Ja. Maar als ik, ja, ik ben het laatst in Bodrum, of laatst, 2011, ben ik in Bodrum geweest. Dan denk ik, jezus, wat een puinhoop is het hier. De autowrakken staan er gewoon op straat. Heel gezellig hoor, het zijn een soort plantenbakken geworden. De planten die, ja, die groeien dan door de bodem van het chassis. Het is allemaal verroest, er zitten gaten in. En een of ander vrolijk Turks plantje, die gaat er lekker tussendoor. Dus ja, ja, dat worden uiteindelijk een soort van plantenbakken. Autowrakken als plantenbak. En die Turken maken het helemaal geen donder uit. Ja. En dan komen ze wel hier naartoe. Ja, en ze vinden het hier dan kennelijk prettiger. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, want hier staan de autowrakken niet op straat. Hè? Ik ging daar in Bodrum met mijn, wat is het nou? Het is mijn stiefvader. Naar de hammam, zoiets. Dat is zo'n badhuis. En dan kwamen we dan in het. Ja, toen we binnenkwamen, daar hingen dus de eco-lampen, dat dan wel. Van die spaarlampen. Maar die hingen gewoon aan het plafond. Gewoon een fittingkie. En heb zo'n lamp erin. Huppakee, die doet het. Niet eens een kapje eromheen. Ik denk, oh, ze aangenaam binnenkomen hier.
En toen zei die man van, nou, dan kan je daar kan je, je kleren uitdoen en dan kan je even gaan chillen in die ruimte, want dat is de beginchill. Ja, best. Dus ik met mijn stiefvader in zo'n klein hokje gaan zitten. En dan stonk het, man, naar rioollucht. Ilk. Of hier rioollucht, ja, is gewoon die grondbacterie. Vroeger wist ik dan nog de naam van die bacterie. Dus mijn opa die had een aquarium. En soms ging ik dan de vissen dingen eten geven. En dan deed je zo die klep open aan de bovenkant. En dan rook je het. Dingen zo'n huppeltje bij bakter. Zo'n grondlucht. Dat is het. Ja. Maar ja, dat kwam uit het rioolputje. Uit het afvoerputje, waar kennelijk geen goede zwanenhals in zat. Dan denk je, ja. Maar is dat racistisch? Nou, dat heeft niks te maken met een ras, volgens mij. Dat heeft te maken met cultuur. Dat is een cultuur dat als je auto kapot is, ja, dan kan je hem weg laten slepen. Maar dat kost ook alleen maar geld bij Ali. Nou, laat hem maar gewoon staan. Dan wordt vanzelf van autowrak tot plantenbak. En niemand vindt het erg. In het asfalt, allemaal scheuren en toestanden. Stoepen, plotseling, hé, stoep is weg. En dan anderhalf meter verder, oh, er is de stoep weer. Ja. Je moet er nog goed opletten. Ook hoor, als je dan een beetje in gesprek bent of zo. En dan loop je zo lekker te kletseren. En je hebt de hele dag aan het strand gelegen, dus je bent een beetje rozig in je hoofd. En dan verstap je zomaar, hoppakee, heb je je enkel verswikt. Ja, dagvakantie. Is het racistisch dat ik dat stom geregeld vind? Nee, ik dacht het niet. Nog meer van die dingen. Ja, dat is een typisch Burenland. Met die Burenlandse mentaliteiten. Maar dat heeft niks te maken met ras. Ja, echt. Neem dan die Surinamers. Ja, dat is... Het is duidelijk een ander ras. Hè? Dat geldt voor die Turken trouwens ook. Dat kan je zo zien als iemand een Turk is. Die zijn een beetje korter, een beetje brede schedel. En, ja, het is duidelijk anders uit. En een Marokkaan is vaak weer wat langer, een even wat langere schedel. En, ja, het zal heus wel een ander ras zijn. Maar dat ras dat doet er toch voor mij helemaal niet toe? Wat maakt het nou uit? Ja, mij dus, hè? En ik weet dat mijn dochter, zat ze zo tegen de puberteit aan. En dan kwam ze thuis met een jongen. Gewoon om huiswerk te maken of zo. En dat was een Turk. Dacht ik, oh leuk. Ja, wat maakt mij het uit? Het leek mij een aardig jongetje. Mijn dochter heeft eruit gelegd waar die jongen dan woonde. Het was best een leuke flat. En, nou, zijn familie die deed iets met auto's repareren of zo. Ik dacht, nou, het is altijd handig om zo'n autobedrijf in de familie te hebben. Maar nee, dat was hem dan niet. Nee, dat was alleen maar om huiswerk te maken. Ja, okay. Nou, toen kwam ze even later kwam ze aankeilen met een Aziatische jongen. En die moest dan, als hij thuis kwam van school, kon hij gelijk de keuken in van het restaurant van zijn ouders. Een restaurant ken ik, dus het is ergens in Renkum. En, oh, ben je daar? Nou, hup, gelijk schort om en in de keuken. En daarna werken tot een uurtje of 9:30. Dat is verschrikkelijk. Maar ik dacht van, nou, lijkt me al ja, een harde werker. En mijn dochter vertelde ook dat hij verschrikkelijk goed kon pingpongen. Dus het was ook niet eens een domme Aziat. En het laatste wat ik hoorde van die jongen was dat hij geneeskunde studeert in Utrecht. Hou. Ja. Dus dat leek me dan een uitstekende keuze. En destijds vroeg ik dus aan haar van, nou, is hij dan niet wat? Dan zei ze, nee, ik weet het ook niet.
Nou, en even later was er dan een jongen, die kwam ook huiswerk maken. Dat was een Hollandse jongen, met een beetje zo rossig, vaal haar. Zo'n lang sliert en van die grote voeten. Grote fouten. en die was het dan wel. Ja, zo'n puur Hollandse ding. Jongen, figuur. Ja, maar daar heb ik... Ja, van mij hoefde dat niet, hoor. Die Turkse jongen, dat had ik wel prima gevonden. Maar het was wel een beetje een aparte combinatie geweest, want mijn dochter is vrij lang. En hij was Turks kort. Hè. Ja, die Aziatische jongen, die was niet kort. Die was wel een lange, lenige jongen. Die goed kon pingpongen. Ja. En zijn ouders hadden een restaurant. Nou, het werd uiteindelijk die Hollandse jongen. Nou, toen heeft ze het daarmee uitgemaakt. Ik kreeg ze een nieuwe jongen, die was ook weer Hollands. Ja. En nou is er voorlopig helemaal niks. Ja, racisme, ik doe er niet aan. Het interesseert me helemaal niet. En een keer zat ik op het terras van het Schietcafé en er zat een donkere man, dus een negroïde man of zo. Maakte ik een of andere opmerking. En hij zo, jij bent racist. Zo, en hij kon niet eens Nederlands, by the way. Hij woonde al 10 jaar in Nederland. Ik kon er helemaal geen Nederlands. Terwijl Nederlands, dat is de makkelijkste taal die een Amerikaan of Engelsman kan leren. Ja. Er is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Maar ik kon er nog helemaal geen deuk van. En wilde hij nog boos worden op mij ook? Hij zei, ga toch weg. Hij dacht dat ik het, weet ik veel, dat ik het... Ik had het over het woord neger. Daar viel hij over. Oh, dat is een insult. Ik zeg, waarom? Wow, het is een insult. Ik zeg, waarom? Ik heet... blanke. Ik ben niet wit. Ik ben blank. Mijn huidskleur is blank. Mijn papier wat ik hier in de kast heb liggen, dat is wit. Maar mijn huidskleur is blank. Ja. En is het dan een insult als je mij blanke noemt? Nee, waarom? En iemand zoals hij, ja, dat is een neger. Nou, klaar. En dan voelde hij dus, die man, helemaal van, want in Amerika mag je dan niet zeggen nigger. Want dat is dan een insult, zo. Ja, ik vind het gedanst op vierkante centimeter, hoor. Want in het Latijn is het niger. Hoc niger est. Daar is een neger. Wat maakt het nou uit? Hey, je mag geen niger zeggen. Ja, zei ik tegen die man. Ja, neger op zijn Nederlands komt van negroïde. Oh, zei hij, ja, negroïde, dat vind ik dan wel oké. Ja, doei. We zaten als op het terras toen die man dus mij de oren probeerde te wassen. Over mijn onrespectabele gedrag. Voor mij was dat Frank. En die komt uit Suriname. En die heeft van die hele witte tanden. En een ongelooflijk goed humeur elke dag. En die zat me toch te lachen, joh. Ja, kijk, Frank maak je de pis niet lauw, hè. Die vond het ook maar zielig gedrag van die Amerikaan. Dat doet niet zo moeilijk. Ja, je kan overal wel overlopen zeiken.
En dan staat onder deze uitzending staat, staat een link naar het werk van Jesse Lee Peterson. Dat is een neger. Zoals hij zegt, een Black American. Niet een Afro-American, want hij komt niet uit Afrika. Hij komt uit Amerika en hij is opgegroeid op een plantage. Nee, niet als slaaf. Hij is opgegroeid op een plantage. In ja, zo'n beroemde plantagestaat. Mississippi of zo. Is dat een staat? Zal wel niet. Dat is die rivier, hè? En hij zegt dat racisme helemaal niet is. Hij zegt, ja, negers zijn, die zijn notoor bekend dat ze zich niet houden aan afspraken. Ze zijn te laat op hun werk. Ja. And then they get fired. En dat is niet omdat ze een neger zijn. Nee, het is omdat ze te laat op hun werk komen. En niet één keertje per ongeluk omdat de bliksem was ingeslagen bij tante Gerda. Nee, gewoon een paar keer in de week zijn ze te laat. Ja. En daar worden daar worden bazen chagrijnig van. En Jesse Lee Peterson, dat is een radiogastheer. Radiopresentator. Voormalig priester. Van de Baptist Huppeltje Pup Church. En ja, die werkt, zegt hij zelf, hè, met opzet werkt hij met blanken. Ja, zei hij, ik heb al negers in dienst gehad. Of in dienst. Want hij werkt voor een organisatie en die betalen zijn loon. Maar hij wordt dan geacht om de boel te managen. En ook hij is dan iedere ochtend van 6:00 a.m. tot 9:00 a.m. of zo. Is hij 3 uur lang on the air. Ja, en dan komt die neger technicus, die komt dan pas om 7:00. Of hij komt helemaal niet. Ja, dan zit hij dan 's morgens om 5:30 zonder technicus. Ja, en nou, wie gaat er dan aan de knoppen draaien? Ja, dan gebeurt het 1 keer, denk je, nou oké, okay. Dan gebeurt het nog 1 keer. Denk je, nou, weer wat van gezegd, dan gebeurt het nog 1 keer, dan is het afgelopen. Maar toen is hij gaan werken met blanke mensen en toen was het probleem voor mij. Ja, die weten dat ze 's morgens om 5:30 daar moeten zijn, want om 6:00... De show is on the road. 6:00 a.m, ja. It's radio, man. It's showbiz. Nou, en Jesse Lee Peterson, die kan je een aantal dingen vertellen, hoor, over racisme. Waar ze het over hebben, hè? Dat zogenaamde racisme. Wat helemaal niet is. Er is recentelijk een man overleden tijdens een arrestatie. Door de politie dan natuurlijk. Hè? En hij had nog geroepen, I can't breathe. Nou, iedereen was, oh, dat was excessief geweld van de politie. Lalala. Racisme. En Jesse Lee Peterson, die zegt doodsimpel. Ja, moet je luisteren. Die vent had punt 1 een strafblad. Die stond bekend als een uitermate gevaarlijk persoon. Punt 2. Hij leefde heel ongezond en had een ongezond lichaam. Hij was namelijk obese. En hij was gewelddadig. En toen hij dus gearresteerd dreigde te worden, toen heeft hij zich verzet. Dus resisting arrest heet dat dan. Ja, dat betekent niet in Amerika dat als jij je maar verzet tegen een arrestatie, dat de politie zegt van, oh sorry dat we je lastig hebben gevallen. Oh, je wil niet. Oh, nee, maar had dat even van tevoren gezegd, joh.
Nee, maar als je niet gearresteerd niet wil worden, nou, dan... Nou, sorry dat we je lastig vielen, hoor. We wisten niet dat je niet gearresteerd wilde worden. Nee, natuurlijk niet. Als de politie reden heeft om iemand te arresteren, dan... Nou, moet je netjes je handen achter je rug doen. Dan ga je klik, klak, klak, klak. En de handboeien eromheen. En dan even denken dat je je hoofd niet stoot bij het instappen in de auto. En nou, dan moet je maar afwachten wat er gaat gebeuren. Maar deze meneer die dacht er even anders over. Van ik ga een potje kickboksen met de politie. Ja. Ha, 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 ha. En dat met een strafblad. Ja, dan wordt de politie ook bang voor jou, snap je? Er was ook weer een tijdje terug, hoor. Was ook een negro-wiede man. En die was... die is overleden of zo? Ja, die was overleden. Die is voor zijn kop geschoten. Door een buurtwacht. En het ging om een community, zo, hè? Een buurt... En er woonden voornamelijk mensen van het blanke ras. En die hadden een buurtwacht betaald. Er was iemand van Mexicaanse afkomst of zo. Noem je dat ook weer? Een mestizo? Zoiets? Ja, en die liep daar een beetje de boel in de gaten te houden. Ja, en die komt dus... op zijn ronde die negroïde man tegen. En die haalt, by the way, gestolen waar bij zich. Ja, het ging om niks. Het ging om Skittles. Dat kent ze van die snoepjes. En wat blikjes Dr. Pepper of zo. Maar die had hij al gejoeperd. Ergens in een avondwinkel. En die liep dus in de rondte in die white neighborhood. Nou, daar had hij geen zak te zoeken, want hij woonde daar niet. En wat loop je daar in de rondte? Hè? Om 10 uur 's avonds. Zo. Nou, die man in kwestie, die neger, die is doodgeschoten door die buurtwacht. Maar die buurtwacht, die zat dus... onder de blauwe plekken, zijn kop was helemaal in elkaar geramd. En de vuisten van die negroïde man, die daar niks te zoeken had, die zaten ook helemaal onder de beschadigingen. Dus dan ja, 1 plus 1 is 2, hè? En de buurtwacht zei ook van ja, ik lag met mijn rug op de grond. Die man was als een wilde op me afgekomen. Toen die buurtwacht hem vroeg van wat doe je hier en dat soort dingen. En ga je moeder pesten en je hoort hier helemaal niet. Wegwezen jij, hè? Was die vent hartstikke link geworden. Die had die buurtwacht tegen de grond aangewerkt. Die had hem met zijn vuisten in zijn gezicht geslagen. Helemaal tot pulp. En toen heeft die buurtwacht uiteindelijk uit zelfverdediging zijn wapen getrokken en die man voor zijn kop geknald. Ja, toen was hij dood. En nou, recentelijk was ergens in Baltimore of zo. Een man, ook een neger. En die had een blank jongetje van een jaar of 4 of zo. In een winkelcentrum van de 2e of 3e verdieping naar beneden gegooid. Als door een godswonder leefde dat kereltje nog. Maar die moest wel naar het ziekenhuis natuurlijk, hè? Botten gebroken. Ja, dat was een neger. En wie is er dan racistisch? Die blanken niet, hoor. Iemand als Eric John Phelps. Als je... Ik zal hem even... Ik heb hem met opzet niet in mijn... onder de links staan, die onder deze video zitten. Met opzet. Alhoewel die man wel een hele hoop... interessante dingen te vertellen heeft. Als het gaat om over de Jezuïeten en de katholieke kerk en de geschiedenis. Die man is echt een lopende encyclopedie. Allemaal jaartallen weet hij uit zijn hoofd. En, alle namen van alle betrokkenen. En als hij één keer begint te praten.
Eric John Phelps is er een voorstander van dat, dat er een segregatie komt. En hij wil wonen in een staat met alleen maar blanken. Ja, dat gaat mij dan een streepje te ver. Voor mij hoeven de Marokkanen niet Nederland uit. Waarom? Ik wil dat die Marokkanen goed Nederlands leren. En dat ze afstand nemen van het agressieve gedrag. Dat wil ik. En een beetje respect krijgen voor de situatie. Dat die Marokkanen goed leren begrijpen dat wij niet om ze gevraagd hebben. Het waren anderen die dat gedaan hebben. Van die jongens van de multinationals. Die hebben dat bekokstoofd. Maar daar had Jan met de pet en Mien met de plu geen donder mee te maken. Dus ga ons niet de schuld lopen geven van iets waar wij niks mee te maken hebben gehad. Ja, vraag niet om onze sympathie of zo. In die zin dan. Hè? Wij kunnen het wel zielig vinden voor die Marokkanen. Dat hun voorvaderen als analfabeet hier naartoe zijn gehaald. Omdat ze analfabeet waren. Juist daarom zijn die mensen hier naartoe gehaald. Maar het is voor de rest ons probleem niet. Dus reken niet op onze sympathie in die zin. Anders dan dat we het vervelend kunnen vinden. Maar ja, doe dat wat dan. Als Marokkaan dan. Hè? Steek hand in eigen boezem. Los het zelf op. En dat zegt Jesse Lee Peterson ook hoor. Van al die negers die maar lopen klagen over. Oh, dat is racistisch. Want Jesse Lee Peterson zegt van. Zorg ervoor dat je een baan hebt. En zorg voor je gezin, man. Geen seks buiten het huwelijk. Gedraag je een beetje. Door in het begin van de 20e eeuw. Ja, 9 van de 10 kinderen van negroïde mensen werden geboren netjes binnen het huwelijk. En papa en mama bleven bij elkaar totdat een van beiden doodging. Er waren hele stabiele gezinnen. Dat was het. Stabielerder. Stabieler moet je zeggen. Meer stabiele gezinnen onder de negroïde bevolking dan onder de blanke bevolking. De blanke bevolking werden 7 van de 10 kinderen binnen het huwelijk geboren. En 30% was dus buitenechtelijk. Nou, bij de negroïde bevolking was het 90% binnen het huwelijk en 10% buitenechtelijk. Ja, zegt Jesse Lee Peterson, kijk, toen hadden wij de zaken goed voor elkaar. En toen waren, er was ook helemaal geen bittere armoede onder negroïde mensen. Meer maf. Al die mannen hadden een baan. En die konden een huisje kopen. En die vrouwen lekker de ramen poetsen en de kleren wassen voor de kinderen. Alles ging hartstikke goed. Maar nu, 80% van de kinderen zo niet meer, wordt geboren buiten het huwelijk. Die kerels die zitten een beetje te zeuren over dat ze niet kunnen werken omdat ze racistisch gediscrimineerd worden. En een beetje coke te snuiven en de crack te blowen. En het geeft zich over aan gewelddadigheid. Ja, zegt Jesse Lee Peterson. Waar zitten die negers nou over te zeuren? Ze hebben het zelf over zichzelf afgeroepen. Ze hebben zich overgegeven aan een hedonistische, sodomitische levensstijl. Van na ons de zonvloed. Hoi, een beetje gangster rappen, een beetje what's up, een beetje stoer lopen doen. Maar op tijd op je werk komen, ho maar.
dat wordt Jesse Lee Peterson niet in dank afgenomen. Maar de cijfers spreken voor zich. Er zijn heel wat meer negroïde mensen in de Amerikaanse gevangenissen. Ze zijn oververtegenwoordigd in de gevangenissen. Maar dat is niet omdat ze eruit gepikt worden door de politie. Ze plegen veel minder, ze plegen veel meer misdrijven. Ja. Ja, dan krijg je automatisch dat er meer in de gevangenis belanden. Dat heeft niks te maken met racisme. Want als je misdrijven pleegt, ja, dan loop je de kans. Dan loop je een grotere kans om in de gevangenis te belanden dan als je dat niet doet. Er is zelfs vastgesteld dat bij geweld van blanken tegen de politie, dat blanken die worden voor 98% of zo ongelooflijk aangepakt. Terwijl bij negroïde mensen, waarbij het vaker voorkomt dat ze geweld plegen tegen de politie, dat het maar 80% aangepakt wordt. Maar bij blanken wordt er veel harder opgetreden. Tegen blanken, moet je zeggen. Als blanken geweld gaan plegen tegen de politie, bam, wordt veel eerder het wapen getrokken en... Dat blijkt uit onderzoeken. Er is zo'n website en die heet Stuff Black People Don't Like. Dus ik ga even kijken of die nog... Even kijken hoor. Stuff S en dan BP Black People Don't Like. Stuff Black People Don't Like. Wat is het nou erbij? Ja, Stuff Black People Don't Like. Ja, in 2017 hebben de negroïde mensen in Minnesota 77% van alle moorden op hun geweten. Terwijl ze slechts 6% van de bevolking uitmaken. Ja. Het eerste die ik zo eventjes zie staan. Ja. Er staat hier een tweede. New York Times Magazine. Conditioning whites to feel guilty for calling the cops on blacks breaking the law. Dus de New York Times. Dat is een blad, zo'n krant. Zo. Heet magazine. Dus is blanke mensen aan het conditioneren om zich schuldig te voelen omdat blanke mensen, ja, voor het feit dat ze wel eens de politie bellen en negroïde mensen verklikken die de wet overtreden. Ja, ook nog de krant gaat er eventjes het opnemen voor de negroïde mensen. Staat hier in 2018 in Nashville. Een stad die is voor 56% blank, de populatie dan. Hè? Nou, de niet-blanken pleegden 93% van de schietpartijen zonder een dodelijke afloop. En 84,6% van alle schietpartijen met dodelijke afloop. Haha, ha, 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 ha.
Hier dan hetzelfde verhaal over Michigan. Waar de negroïde mensen 78% van alle moorden gepleegd hebben. Terwijl ze maar 14% van de bevolking uitmaken. Hier is dan een blanke politieagent in een hinderlaag gelokt. Door een zwarte, ja, een zwarte negroïde man. En doodgeschoten. Hoppakee, dus dat gaat maar door. Ze hebben nog wat op hun geweten, hoor. En het heeft niks te maken met racisme. Dat roepen die negroïde mensen allemaal voor het gemak. Ja, ik ben achtergesteld. En, ja. Maar overal hetzelfde verhaal. En Jesse Lee Peterson, zelf een negroïde man. Die werd het ook. Hier staat er dan in White Grand Rapids, Michigan. It soon could be a criminal misdemeanor to call 911 on people of color. Dus als je de politie belt, terwijl dan kleurlingen iets gedaan hebben, dan wordt dat een criminal misdemeanor. Dus dan denk ik een klein misdrijf of zo. Dat je met vooringenomenheid. Ja, het is, ik bel alleen maar omdat het een negroïde iemand is. Kijk eens wat hier nou. Ja, ook dit gaat weer over homicide, dus moord. Overal hetzelfde. Wat was nou laatst dat er hier in Nederland, het moesten straatnamen meer multicultureel worden. Ja. Ik denk, wat is dat nou weer? Ja. Hier aan iemand die heeft, dat was een beveiligingsbeambte. En die had melding gemaakt dat een groep van negroïde teenagers, dat ze zich heel lelijk gedroegen jegens blanken. In Baltimore. Dus waar is het racisme? Ja, onder negers dus. En dan hebben ze ook nog het lef om te zeggen dat racisme alleen maar voorkomt onder blanken. Ja, ja. Ga er maar aan staan. Want hoe ga je al die negroïde mensen
daarvan overtuigen dat wat ze doen, dat het niet klopt. Hier dan een blanke vrouw. Die werd zomaar aangevallen door twee zwarte teenagers. Ja, black, dus negroïden. En die hebben dan gezegd dat haar nochter, ja, haar unborn son. Dat is haar vrucht die ze in de buik had. Kind. I hope he dies. Ja, dat mogen die negroïde mensen gewoon zeggen in Amerika. Hè? Ja, ze zijn toch zo zielig. Ja. Het gaat maar door. Die black side is de... Die black side. The stuff black people don't like. Kom je er zo op. Dan word je doorgestuurd naar de unz.com. En dan heb je een onderdeel, dat is SBPDL. Kennelijk zijn ze verhuisd of zo. Ze hadden vroeger een eigen site. Het schijnt trouwens wel zo te zijn dat zwarte mensen, negroïde mensen, een beduidend lagere IQ hebben. Maar dat hoeft niks te maken te hebben met ras. Dat kan ook heel makkelijk cultuur zijn. Hoor. Ja, dat je dat even snapt. Hè. Ze hebben wel geprobeerd om kinderen van het achterstandsgezinnen, hè, om die middels dingen als voorschoolse opvang, dus veel meer aandacht te geven. En dan maar te hopen dat het dan beter met ze gaat, dat ze meer en betere cijfers halen. En meer scoren dus. Betere cijfers halen. Het is niet gelukt. Maar dat kan heel goed te maken hebben met dat het maar één generatie is. Omdat je zo'n hulpprogramma, dat je dat, ja, een aantal generaties vol moet houden. En dat het dan gaat verbeteren. Ik heb daar niet zo'n, ik weet het niet. Ik heb niet zo'n beeld over, dat mag ik zeggen, ja. Nou, reuze bedankt voor het luisteren naar dit misschien wel moeilijk onderwerp van racisme. Je moet het er toch een keer over hebben. Ja, ik ben absoluut geen racist. Ik zou niet weten waarom. Ja. Ik weet dat er domme mensen zijn en die zijn niet fijn in de omgang. Dat weet ik. Beter gezegd, mensen die niet fijn zijn in de omgang, dat noem ik domme mensen. Dat iemand niet weet, dat iemand het verschil niet weet tussen de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein en de speciale relativiteitstheorie. Ja, jij weet dat waarschijnlijk ook niet. Ja. Er zijn maar heel weinig mensen die dat weten. En de man van mijn volle nicht. Hoe noem je zo iemand? Mijn schoonneef? Ja, mijn schoonneef, die is een beetje een chageraar. Zo. Een aardige vent, hoor. En dan kopen ze oude computers, kopen ze op. En dan halen ze het goud, halen ze eruit. Het is gewoon een computerslopenbedrijf. En onder andere halen ze het goud eruit. Nou, daar gebruiken ze koningswater voor. Ja, hoe maak je koningswater?
Ja, dat weet jij waarschijnlijk niet, hè? Ja, ik wel. Erik heet die vent. Ja. Ik zei tegen hem, oh, dan werk je zeker met Koningswater. Hij keek me zo aan. Hij zei, nou, dat je dat weet? Ik zei, ja, ja. Ja, dat weet ik. Ja, ik vond scheikunde heel leuk. Dus, ja. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren, hoor. Of je nou een neger bent, of een Aziat, of een Turk, of een Algerijn, of een Marokkaan, of een half bakken Koerd of zo. Nee, maakt me helemaal niet uit, man. Een beetje vriendelijk zijn, heb respect voor het gastland waarin je verblijft. Ja, misschien ga je hier wel dood. Nou, is er, niet dat je voortijdig dood moet gaan, maar dat dit de plek wordt waar je graf is, zal zijn. Hè? Dan mag je hier er altijd blijven, joh. Dat maakt er helemaal niet uit. Zo denk ik erover. Ja? Goed begrepen? Nou, en daarom zeg ik op zijn hamburgers, ook lekker multicultureel, zag ik tjus. Und tag, lieber. Liebling. Darfst du sagen.